Goedemorgen. Amai. Zo ja, mooi rekelijk ontbijt. Ja. Het ziet er echt wel oké uit. Zo'n groot ontbijtbuffet. Super, hè? Ah, ja, de tafel is al mooi gedekt met vers fruit voor iedereen. De tafel was mooi gedekt. Virginie had ook gezorgd voor een klein schaaltje met verse sneden fruit. Verse fruitsap. Het was echt een ontbijt met alles erop en eraan. Wow. Ja, mooi. Mooi, mooi. Ziet er een beetje zo goed, hè? Ja. Ik was wel onder de indruk, want ik had gedacht, het is een beetje hotelkamer. Ik dacht dat er één croissantje per persoon is en een pistoletje per persoon, maar er stond er een buffet om u tegen te zeggen. Goedemorgen iedereen. Dus de broden, beleg, stouto. Voor de streekgebonden productjes ga ik de deskundige uitleg aan u overlopen. Dus mijn hier de zelfgemaakte confituur, ook aardbeien en nectarin met mango. Dus de brandnetelkaas en de jonge Flandria. De heerlijkheid van Rumbeke, dat is hier ook van Groendaal. De gerookte zalm. We hebben dan van vlees hier de kip aan spit. Heel lekker hoor. Ze bleef ze maar doorgaan. Toen, ja, ik dacht dat is hier voor heel Engels dat hier aan eten te krijgen. En dan een uitgebreid. Pistoletjes aan. Dat is niet ontbijt, dat is precies al brunchen dat we gaan doen. Ja. We gaan terugkomen. Ja, dat is de bedoeling. Dat je wel terugkomt. Het was een mooi, rijkelijk ontbijt. Er waren streekproducten voordien, voornamelijk in de kaas. Nee. En ook in de hartige, de hesp vanuit de streek hier. En, ja, ze hebben het een mooi assortiment aan.